Vrouwen zijn steeds hoger opgeleid. Van de oudste generatie vrouwen die geboren werden in de tweede helft van de jaren 50, had ongeveer een kwart tussen hun 30ste en 35ste jaar een HBO van WO-diploma. Van de jongste generatie vrouwen geboren in de tweede deel van de jaren 70, is dat iets meer dan 40 procent. Vrouwen krijgen op steeds latere leeftijd kinderen. In de oudste generatie had ongeveer 70 procent, toen ze tussen de 30 en de 35 jaar oud was, kinderen. Bij de jongste generatie is dat nog maar 60%. Arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is ook veranderd en dat geldt vooral voor de moeders. Want de vrouwen zonder kinderen, daarvan werkte ongeveer 85% in de oudste generatie en dat is nu nog steeds zo. Kijken we naar de vrouwen met kinderen, dan was in de oudste generatie ongeveer de helft aan het werk. En inmiddels is dat opgelopen tot bijna driekwart. Ook als het gaat om de arbeidsuren, dan zijn het vooral de moeders die meer zijn gaan werken. Van de vrouwen zonder kinderen werkte ongeveer 60% fulltime in de oudste generatie en dat is voor de jongste generatie hetzelfde gebleven. De verandering zit hem vooral bij de moeders en we zien dat vooral bij de kleine deeltijdbanen. In de oudste generatie werkte een fors deel van de moeders, ongeveer 30%, minder dan 12 uur. Inmiddels is dat afgenomen naar ongeveer 6%. Het aandeel moeders dat fulltime werkt was in de oudste generatie ongeveer 1 op de 10 en dat is in deze generatie niet veranderd. In de oudste generatie was 60% van de mannen van mening dat een vrouw geschikter is om voor de kinderen te zorgen. In de jongste generatie is dat afgenomen, maar nog steeds vindt 40% van de mannen dit. Vrouwen zijn veel minder vaak van mening dat zij geschikter zijn om voor kinderen te zorgen dan mannen. De huidige generatie jongeren onder de 25 denkt toch nog relatief traditioneel. Ongeveer 40% van de meisjes gaf aan dat ze vol tijd zouden willen werken. Maar wanneer er kinderen komen, dan wil nog maar 3% een fulltime baan. Bij jongens neemt het aandeel dat een fulltime baan wil als er kinderen komen ook af, maar veel minder hard. Vrouwen en dan vooral de werkende moeders zijn niet alleen vaker en meer uren gaan werken, maar zijn ook steeds vaker gaan werken op een hoog niveau. En dat is terug te zien in de economische zelfstandigheid van vrouwen. In de oudste generatie was ongeveer 40% van de vrouwen economisch zelfstandig. In de jongste generatie is dat toegenomen tot 70%. Tegelijkertijd zijn vrouwen nog steeds minder vaak economisch zelfstandig dan mannen. Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwste feiten en cijfers? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal.